en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en ik heb vandaag een halve dag gewerkt en vanmiddag had ik een BHV, dus heb ik niet meer gewerkt. Heb ik een klein cursusje gehad, half dagje, even een beetje, nou ja, cursus niet echt, maar ja, alles weer een beetje even oprakelen van hoe werkte het ook weer. Hoe zit het met een verbandje leggen, dat apparaat? Ik weet het niet, hij snapt het helemaal niet meer, hij snapt het niet. Hoe heet het ook alweer joh, zo'n apparaat joh? Nou ja, ik kom er dadelijk wel op. Nou, ik heb in ieder geval dus BHV gehad en het was wel weer eventjes fijn. Want ik vind dat wel even fijn om weer die dingen weer even opnieuw en weer eventjes allemaal uit te testen. En van hoe ging het ook alweer? Want als er een keer echt nood aan de man is, dan is dat wel makkelijk. Ja, je merkt het, ja, je hebt toch wel eens ooit eens een keertje meegemaakt dat er op straat iets gebeurt. En dan kan je toch wel iemands leven redden ermee. En ja, vind ik toch belangrijk. Ik vind het toch belangrijk om andere mensen te helpen. Het is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig denkt iedereen alleen maar aan zijn eigen. Maar ik vind het heel erg belangrijk om, ja, om als er iemand in nood is met zijn gezondheid, weet ik veel wat, om zo iemand te helpen. Dat zit gewoon in mijn aard. Het is gewoon een ouderwetse opvoeding. Maar wel een juiste opvoeding, vind ik dat. Wat mij nog meer vandaag verbaasde, dat was in de pauze eigenlijk. Heb ik dat een beetje op Facebook weer zitten kijken. Het is weer zover jongens. Het is weer zover. De Zwarte Pieten discussie. De Zwarte Pieten discussie is weer uitgebroken in Nederland. Volgende maand dan is het weer december. En binnenkort komt Sinterklaas alweer. En de hele Pieten discussie is alweer losgebarsten hoor. Alle tegenstanders zijn er weer. En komen we weer met van die no-nonsense reacties van het is discriminatie. Het is niet meer van deze tijd. Het is discriminatie. Nou, ik ben voor Zwarte Piet. En ik vind het gewoon schandalig dat een oude Nederlandse traditie verdwijnt. Als ik naar Griekenland ga, of ik ga naar Engeland, of ik ga naar waar dan ook in de wereld, moet ik mij aanpassen aan het land van aan het land waar ik zit. Doe ik dat niet, dan kan ik zeggen ze gewoon van joh, weet je wat je doet, ga maar terug. Ik ga het even neerleggen, want er wordt aangebeld en dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Zo, en ik ben weer terug. Ja, was even een beetje gek einde, want ik kreeg visite. Dus het bel die ging. Dus ik had hem even neergelegd. Maar waar waren we gebleven? Oh ja, de Zwarte Pieten discussie. Wat een zielige mensen. Als je in een land komt waar je al die jaren een traditie hebt. En dan nog de wil opeisen om je, je kinderachtige plannen door te drukken. En zo een traditie te verpieteren. Als ik in het buitenland als ik in het buitenland ben en ik ik ga naar Parijs of ik ga naar Engeland of Schotland, moet ik me ook aanpassen. En dat is het eigenlijk een beetje. Ja, ik vind het gewoon raar. Misschien mag ik er wel helemaal geen mening over hebben. Misschien raak ik wel kijkers kwijt. Maar het is gewoon zo, jongens. De Zwarte Pieten discussie laten we gewoon normaal doen. En gewoon de Nederlandse tradities houden. Zoals het is, zoals het was en zoals het altijd zou moeten blijven. Nou, ik ga er even lekker zegs aankijken. Ik heb net even lekker gegeten. Het was heerlijk.
En ja, ik ga even lekker zeggen eens aankijken. Ik ga even op de bank leggen. Ik weet nog niet of ik ga streamen vanavond. Want ik ben echt dood en doodmoe. Ik heb eigenlijk een beetje. Ja, ik ben echt een beetje. Zit er een beetje doorheen. Dus ik weet nog niet of ik ga streamen. Ik ga in ieder geval even op de bank een uurtje even televisie kijken. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik heb weer een livestream gehad. Ik heb er net ongeveer een half uurtje geleden ongeveer heb ik de livestream uitgezet. En de livestream is voorbij. Ik heb even 2 uur gelivestreamd met Michael en met Rob en het was gezellig. Aanstaande zaterdag is de livestream, de 12 uur stream. Die is voor jullie al geweest. Maar voor mij is het dus aanstaande zaterdag. Afgelopen week voor jullie dus hebben jullie dus de 12 uur stream kunnen zien. Aanstaande zaterdag voor jullie is er een vlog precies is er een vlog over de livestream en dan achter de schermen. Dus dan kan je mij zien en hoe ik nou aan het GTA ben. En het leek me leuk om dat te filmen. Als ik dus met de 12 uur stream bezig ben, kun je een beetje zien hoe het hier aan toe gaat. Achter de schermen, op de televisie. En alles wat ik heb. Ik ga nog lekker een treetje energiedrank halen. Cola moet ik hebben. Ja, die heb ik al. Zakken chips. En ja, ik ga er gewoon weer een gezellige zaterdag van maken. Ik hoop dat meer mensen komen, want we hebben al 1 afmelding van Ronald, die doet niet mee. En Michael was nog niet zeker. En van Joost heb ik ook nog niks gehoord. Dus ik hoop wel dat er mensen komen. Nou, ik ga nog heel even verder hiero. En dan spreek ik jullie dadelijk. Terwijl dribbel, lekker. Oh, dribbel. Kijk, dribbel, lekker. Zo, zal ik hem eens even aaien, zo, die oude vriend. Dribbel, hè. Hé, hey, oude dribbel. Hé, hey, dat vindt hij zo lekker dit. Doe ik altijd zo eventjes, dat vindt hij zo heerlijk. Cool, hè. Ja, hé, hey, oude vriend. En dan heb je je boekietootje, de oude poezeman. Ja, de oude poezeman. Nou, wat is er allemaal dan? Ga het mij eens vertellen wat er allemaal aan de hand is. Vertel het mij eens. Kijk eens. Oude vriend. Hé. Lekker ouwe poes, ouwe poezeman. Lekker warm, hè? Ik heb de kachel lekker aangezet. Want het is lekker fris buiten. Het is koud buiten. Moest vanmorgen ook weer voor het eerst krabben. Na lange tijd was het weer voor het eerst. De ruiten waren bevroren. En als het goed is, zou het vannacht ook weer onder nul zijn. Oh, dan ben ik helemaal vergeten om dat ding voor de ramen te doen. Dus dat wordt morgen weer krabben. Maar ik heb gelukkig zo'n sproeier. Antivriezen sproeien. Dus dat is wel makkelijk. Dan hoef je niet de hele tijd te krabben. Je spuit gewoon een beetje van de spul erop. En dan is het krabben een stuk makkelijker. Nou, ik ga nog even verder hiero. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is tijd om lekker naar bed te gaan. Ik ben zat. Ik ga lekker even de gordijnen dichtgooien. En dan ga ik lekker naar mijn bedje. Zo. Hoppa. Trust de dribbel. Of Boquito. Trust de Boquito. Zo, nou even de gordijnen dicht doen. Kachelgeluid. Kijk dat ik de voordeur goed dicht op slot gegooid heb. En dan ga ik lekker naar bed. Ik ben het echt helemaal beu. Een beetje slaap. Het is nog maar 11 uur. Maar ik ga het, lekker naar bed toe. Ik ben echt zat. Dat moet ook af en toe wel eens gebeuren. Hè? Moet je even een beetje bijtanken. Zo, die is dicht. Dus ja, dat moet ook wel eens gebeuren. Even bijtanken. En dan ga ik lekker slapen. Beetje korte vlog weer. Zijn de laatste 2 dagen wel erg korte vlogjes, maar helaas, ja, ik heb ook niet veel verder meer te melden. En ik ben gewoon helemaal moe.
Dus ik hoop dat jullie me een beetje rust gunnen, dat denk ik wel, hè. Nou, ik zou zeggen in ieder geval, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Ondanks het kleine, korte stukje. Doe blauw duimpje lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden van... krijgen jullie een melding van als er een nieuwe vlog is of als er een nieuwe livestream is. En ik zou zeggen, tot morgen. De groetjes allemaal. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf, paf.